Yo mensen, leuk jullie kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag spelen we Best of 3 tegen mijn clangenoten. Maar ik zie jullie na de intro. Sorry mensen dat ik deze video eventjes onderbreek voor het volgende. Ga allemaal op zijn kanaal abonneren. Kijk ook zijn video's. Zet het belletje ook even aan. En hij maakt ook heel leuke video's. Vlogs en zo. Maar ja, gewoon abonneren op hem. Maar dan gaan we nu over naar de video. Goed mensen, het is een... We gaan de Best of 3 spelen. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb. En dat is tegen Super L hashtag 4 van mijn clan. Wie het eerste 3 potjes wint, die heeft gewonnen. Jullie kennen het systeem, ook al heb ik dat nooit op dit kanaal gedaan. Maar nee, ik heb het niet van een of andere YouTuber gejat. Eigenlijk wel, maar... Mega Knight is echt volledig gecounterd, dus ik hoop dat hij nog 1 hit doet op zijn minst. En dan denk ik dat we nu 1-0 staan. En als de potjes wat rap voorbij gaan, dan denk ik dat ik nog een best of 5 ervan maak. Sorry voor dat beeld. Trouwens, na elk potje zeg je gewoon GG. Gewoon een regel van beleefdheid. Maar, oké. Eerste potje hebben we gewonnen. We staan 1-0. Zeggen we gewoon vriendelijk gevecht. En dan pakken we nu de profbeker speler uitdaging of zoiets. De prof die is, ook al ben ik wel geen professioneel Clash Royale speler. Sorry. Goed verdedigd, echt wel goed verdedigd dit. Ik ga dit dus nog tegen mijn andere clangenoten doen, maar dan wacht ik nog voordat er meer clangenoten zijn. Momenteel zijn er maar 4, waarvan er maximum 3 online zijn. Omdat er eentje dat niet echt veel speelt, dat is Liam in onze clan. Dan doen we dit gewoon zo. Hebben we dat verdedigd? Was op zich niet echt moeilijk. Nu speelt ze het wel goed. Ik denk dat ik gewoon nu voor de tweede toren ga. En dan full back voor de 3, voor de derde toren. Ik tornado het eventjes terug. Godverdomme. Oh nee, ik ben dom. Sluit. Batterij van mijn PC is bijna. Dus ik kan eventjes opladen, verrommel maken. Goed, dus ik heb hier
nu ook al wel heel wat hits op die toren. Dus zo erg is het al niet meer. Ik moet dit nog eventjes winnen. Scheelde niet veel. Allee, ik had hem nog wel gewonnen, zeg maar. Twee nul. We staan op 4 minuten 53 seconden, sorry. Dat zij het vraagt of dat ik het moet vragen. Ik vraag het gewoon heel eventjes. We pakken de mega-instellingen wat die persoonlijk chill is. Wat doe ik? Ik pak de miner, dan moet ik deze pakken. Bij deze zou het wel eens 2-1 kunnen worden. Ah, maar ik heb de rocket. Dat meende niet. Dan mis ik die nog ook, of wat? Hoe slecht ben ik vandaag? Ik ben echt niet goed aan het spelen. Als ik hierdoor die best of 3 ga verliezen, hè? Man. Ik hoop dat ik nu geen vuurbal of zo hebben. Goed. Ze hebben daar niks tegen, dus op zich is het nog niet zo'n ramp. Oei. Is hier al wel een probleempje? Ik ga gewoon volledig in de aanval. Maar ik ga nu wachten tot elixir. Even wachten op elixir. Ik wacht nog 14 seconden voor ik ga aanvallen. Ik wacht daar 14, nog 6 seconden. 4, 3, 2, 1, 0. Het is game over. Allee, dat hoop ik toch. Deze meende niet. Echt, dit is goed gespeeld gewoon. Nee, gewoon zo'n harde noop. Dus nee, ik ga ze niet uit. Mijn scherm is daar vettig, dus. Nee, alsjeblieft, zeg niet dat ik dit ga verliezen. Zeg niet dat ik dit ga verliezen. Ik moet dit. Ga ik op tijd zijn? Ga ik op tijd zijn? Ga ik op tijd zijn? GG. Ik had hem eerder moeten gooien, maar ik durfde niet. Oké, even Gigi in de chat sturen. Dit is echt goed gespeeld. Nog een keer met. Ik voel me zo'n noob nu. Ik voel me echt een harde noob. Keuzes maken. Ik boog. Nee, wat? Ik wou op de bliksem drukken, man. Deze moeilijke keuze. Welke zou ik kiezen? Whatever. Ik voel me echt een noob.
Zet gewoon in de chat, keihard, 5 keer naar elkaar als het moet, gewoon in drukletters noob tegen mij. Als haatreactie bedoeld. Oké, cool. Waarom ben ik noob? Oké, dat weet ik ook al. Ik wist niet dat het zo erg was. Ik gooi een miner. Misschien helpt het nog iets. Ik ben iets benieuwd. Ik ben echt even benieuwd. Kan ik wel op zich tegenhouden met dit en dit? Ik haat dit. Ik hou er niet van om achter te staan, man. Ja, nu gaan we het voor terughouden. Nu gaan we het terughouden. We zijn gelukkig nog kunnen terugkomen. Even gedacht dat we allemaal verloren waren. Nu ga ik even 10 seconden niks inzetten als challenge. 5 seconden niks inzetten. En dan ga ik op de halve minuut nog eens doen, die challenge. Zien of ik nog kan winnen. Maar nu ga ik terug wachten tot 10 uur, ik zie je. En daarna, ja, ik ga gewoon niks meer. Wow, niks aan. Nee! Is dit serieus, mensen? Dubbele GG gewoon. Beslissende potje. Wie wint deze game? Ik vrees ik hem ga verliezen. Wow, deze keer hou ik hem vast. Deze. De wachters. En ik ga geen challenges doen of misschien op de. Ja. Om de anderhalf minuut op de challenge van 10 seconden niets inzetten. Of ik doe de half minuut challenge. Ik ben aan het twijfelen. Ik kan ook gewoon 2 challenges doen. Deze gaat trouwens wat kleiner maken. Godverdomme. Ik heb de half minuut challenge niet gehaald, dus zou het de op anderhalf minuut niet 10 seconden niks inzetten worden, hè? Een halve minuut om troepen te spawnen. Oeh, ik heb mijn tegenstander dus blijkbaar onderschat. Zo noob is ze dan toch niet, maar ja. Het alle twee wel kunnen winnen, zeg maar. Fireball zou ik persoonlijk niet gedaan hebben, maar ja. Oef.
Ja, die potje proberen naar extra time te trekken. Voor een langere video. Ja, die Xbox maakt die wel gedeeltelijk kapot, zeker. Oei, ik heb die 10 seconden challenge niet gedaan, dus dan doen we die nu. 30. Dus op 30 mag ik terug iets inzetten. Ik spaar Alex hier nu. Goed, en dan heb ik dit nu wel gewonnen. De juist in de video, in de vorige potjes deed ik een beetje te veel challenges, denk ik. Maar dan is dit toch wel een beetje een goed gespeeld. Ik zou nog een vierde potje willen doen, maar... We zitten al op een kwartier op de video, dus... Ik zeg, outro. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe video. Later!